Het kan niet anders. Of u heeft als feminist ook issues gehad met de kerk? Oh ja. Breek me de kerk niet open. Met mij, ja, vooral. Wederzijds. Wederzijds. Ja. Laten we bijvoorbeeld noemen, u noemde het net al een keer. De kerk hecht heel erg aan de beschermwaardigheid van het leven. U zei zelf al, ik vind dat vrouwen moeten kunnen kiezen voor een abortus. Ja. Is dat in uzelf ooit een conflict geweest? Nee, hoewel ik... Nee, geen conflict. Maar geen enkele vrouw, niemand is voor abortus. Nee. Iedereen wil het leven wel beschermen. Maar tegelijkertijd is er ook het recht van vrouwen om zelf de baas te zijn over zichzelf. Ja. En maar snapt u de toon die de kerk daarin kiest? Er is niet één toon in één kerk. Oké, de katholieke kerk is tegen abortus. Ja, maar ik vind bijvoorbeeld de manier waarop de huidige paus erover spreekt... laat ruimte voor de eigen afweging. Okay. Hij zal dat volgens mij nooit goedkeuren, dat vrouwen dat doen. Maar alleen het toelaten van meerdere opvattingen... of die opvattingen niet veroordelen, dat is winst.